Welkom terug voor de negende video in deze serie over ascensie en bewustwording. In deze video wil ik het met jou hebben over ascensieverschijnselen. Want wanneer je jouw energie verhoogt, krijg je hoe dan ook te maken met ascensieverschijnselen. En dat zijn onder andere fysieke klachten zoals pijn en druk ter hoogte van je hartchakra. Bij elke fysieke pijn die je voelt, moet je lichaam heel veel moeite doen om zich aan te passen aan de hogere energieën die binnenkomen. Je bent tenslotte aan het groeien naar een kristalline lichaam, wat veel lichter trilt, dus veel sneller gaat trillen, en op een hogere frequentie dan ons carbonen lichaam, dat we eeuwenlang hebben gehad. Dus onthoud dat deze fysieke pijnen slechts één onderdeel van de ascensie zijn. En deze fysieke ongemakken kunnen je behoorlijk uitputten en zelfs lam leggen. Maar het is nog zoveel meer dat we niet waarnemen. En net daarom is het belangrijk om te luisteren naar je intuïtie en je lichaam. Neem voldoende rust en leer de taal van je lichaam kennen. Eet voedsel met een hoge energetische waarde en bescherm je energetisch. Heb je ondersteuning nodig, zoek dan een healer of een spiritueel coach die hierbij kan helpen. En ook hier volg hierbij je gevoel. Tot wie voel je je aangesproken? Met wie resoneer je? Er zijn dagen waarop ik meer dan 10 uur slaap en dan andere dagen waarop ik maar 6 uur slaap nodig heb. Er zijn dagen dat ik meer dan 12 uur bezig ben met creëren. En andere dagen spendeer ik met binge-watchen op Netflix of verdwijn ik in een nieuw boek. Voor hetzelfde geld word ik geleid om een grote lenteschoonmaak te doen in de winter. Of te gaan bakken of een terrasje te doen. En ook daar heb ik geleerd dat net door te luisteren naar wat er getoond wordt, ik de ruimte creëer om weer nieuwe informatie, nieuwe ideeën te ontvangen, zodanig dat ik jullie weer behulpzaam kan zijn. Nu loop je het pad van een tweelingvlam of ben je in connectie met je tweelingziel, dan komt hierbij dat op een bepaald ogenblik in jullie groei de chakras van jullie benen eigenlijk worden afgestemd op elkaar. En hierdoor kan je dan ook natuurlijk ook meer last hebben van fysieke klachten. Omdat jullie energieën zich aanpassen ook aan elkaar, dus niet alleen voor je eigen ascensie, maar ook aan elkaar. En er energieuitwisseling plaatsvindt, waarbij dat er ook energetische codes worden uitgedeeld en geactiveerd. Dus mocht je daar tegenaan lopen, dan heb ik het persoonlijk behulpzaam gevonden om mij bewust te verbinden met het lichaamsdeel dat pijn doet. Door ermee in gesprek te gaan, krijg je vaak inzichten over de emotionele en mentale pijn die ermee verbonden is. Inzicht geeft kracht. Dus op dat ogenblik verbind je je eigenlijk met de overziel. En de overziel is verantwoordelijk voor alle processen en systemen in jouw lichaam. Zodra dat je meer bewustzijn ontvangt over een pijn, daarvoor kun je ook onder andere meer schrijven in het boek 96 vlammen. En via je intentie kan je bijvoorbeeld vragen aan de geel groene vlam om door de pijnplek te stromen en je pijn te verzachten. Je kan hierbij ook lichtteam en de lichtwezenheid. Om niet luisteren naar je lichaam en niet geeft wat het nodig heeft, kan de klachten alleen maar erger worden. Dus verbind je opnieuw met je lichaam, want dat is een heel belangrijke evolutie. Je hebt begrepen wat de fysieke klachten wel je tenslotte helpen om meester te worden over je leven. In de volgende video wil ik met jou hebben over overgave en vertrouwen. Want dat zijn twee belangrijke woorden die vaak aan bod komen tijdens individuele sessies. En zijn eigenlijk ook twee belangrijke tools in het proces van ascensie. Dat is voor morgen.